in die grote huizen. Welkom bij ADO Den Haag. Hoe is het zo tot stand gekomen, deze overgang? Ja, dankjewel. Het contact is er een redelijke tijd geleden al geweest. En ik heb in goed overleg met mijn zaakbenemer en met Ajax besloten dat ik een nieuw avontuur mocht aangaan. Het is een beetje vertraging gegaan, maar gelukkig al met al. Het is een beetje op het laatste moment, maar nu ben ik hier en ontzettend blij en gelukkig. Welke rol zal er voor jou weggelegd zijn hier bij de club? De huidige keeper Swinkels heeft natuurlijk in de afgelopen maanden veel krediet opgebouwd. En ik kom van een blessure. Heb ook niet heel veel wedstrijdritme kunnen opdoen de laatste tijd. Maar goed, ik ben nu al heel lang en heel hard aan het werken aan mijn officiële rentree. Dat ik weer wekelijks onder de lat kan staan. Maar ik zal in eerste instantie het hem zo moeilijk mogelijk moeten maken. Je bent wel bereid om die concurrentiestrijd ten volste aan te gaan. Ja, tuurlijk. Ik ben jong en ook ik ben ambitieus. Ik heb vorig jaar veel gespeeld. En ik merk hoe fijn dat is als jonge keeper. Ook in ontwikkeling is dat gewoon ontzettend belangrijk. Dat wil ik natuurlijk gewoon voortzetten hier. Mijn doel is hier om zo snel mogelijk onder de lat te komen staan. En je hebt natuurlijk niet voor niks rug nummer 1 ook gekregen. Nee, precies. Ja, het rugnummer was vrij. Ik neem aan dat ik ook een keeper voor de toekomst ben. Dat is wel het plan, zeg maar, wat mij verteld is. Als die vrij is, je mag die kiezen, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar daar wil ik niet te veel waarde aan hechten natuurlijk. Ik bedoel, dat zegt niks. Je hebt ook een keer in je carrière een doelpunt gemaakt. Je hebt een beroemde voorganger hier bij ADO Den Haag. Weet je ongetwijfeld zelf ook nog wel. Ja, klopt. Tegen PSV. Eerste competitie, als ik het goed heb. Ja, nee, mooie goal zeker. Ja, dat is als keeper. Dat is iets wat niet zo heel vaak gebeurt natuurlijk. Dus als je dat achter je naam hebt, dan is dat een pluspuntje. Voor jou gebeurde dat bij de Nederlands elftal ook met een 2-1 achterstand, hè? Ja, klopt. Ja, was in de laatste minuut. Schreeuwden ze van voorjaar, kom mee. En het was een oefenwedstrijd en ik dacht, ja, wat hebben we nou eigenlijk te verliezen? En toen ging mee. En gek genoeg Hector Hevel, die hier overigens speelde, die gaf de corner, weet ik nog goed. En gek genoeg viel hij op mijn hoofd en hij viel binnen. Mooi moment voor een keeper. Ja, onwijs mooi. Onwijs mooi. Ja, eigenlijk vergeet ik het zelf heel vaak, maar dan word je er toch weer vaker in. Oh, dat is die keeper die gescoord heeft. Dan denk je, dat neemt niemand je meer af. ADO Den Haag heb je zo een beetje gevolgd, de eerste wedstrijden. En wat denk jij dat er met dit team mogelijk moet zijn dit jaar? Ja, uiteraard heb ik ze gevolgd. Goede vriend van me, Charles de Becker, speelt hier ook. Dus ik volg het eigenlijk sowieso altijd. Ik volg de Eredivisie sowieso altijd wel op de voet. Ik denk dat het een heel goed team is, alleen zit het geluk nu nog eventjes niet mee. Maar goed, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat je met dit team zeker uit de degradatiezone moet blijven. Dus waar ADO op dit moment staat, verwacht ik niet dat we ook zullen eindigen dit seizoen. Te vertrouwen in dat het een mooi jaar gaat worden. En nog een jaar, want je hebt voor 2 jaar getekend, hè? Klopt. Ja, ik heb voor 2 jaar getekend. Dus de eerste tijd zal het vooral een beetje wennen worden, acclimatiseren. Het is toch weer een nieuwe club, nieuwe omgeving. En op het moment dat ik mijn plekje gevonden heb, hopelijk zo snel mogelijk, dan is het hard werken en kijken wat deze 2 jaar voor moois allemaal kan opleveren.